Zoals je weet is dit weekend Jemaa Fna, de eetplein in Rotterdam. Marokkaans, gebaseerd op Marokkaanse Marrakesh. Ken je het? Ja, ik ken het wel. En, ben je er wel eens geweest? Ik ben er vorig jaar geweest, ja. Vorig jaar ben je geweest. En hoe vond je het vorig jaar? Het was heel leuk. Het was gewoon echt het eten, het muziek was ook heel erg leuk. Het is meer omdat ik ook zelf Berber ben. En weet je, vond ik het ook leuk omdat daar allemaal mensen van mijn volk zijn, weet je toch? En wat vond je dan het leukste vorig jaar bijvoorbeeld? De muziek. Muziek was leuk. Welke muziek? Gewoon echt Berbers muziek. Die van Tarwan Sheikh Mohand. Ook. Ja. Mimoun Frouh, alles. Hey, dit jaar is het weer, dit weekend. Ben je van plan om te gaan weer? Ja, wel. Het was gezellig, man. Maar weet dat je, dit jaar hebben we gehoord dat er geen Berberse programma is. Alleen maar Daqqa Maraksia, Anashid, noem maar op. Maar geen Berberse MNZR muziek uit de Rif, net als vorig jaar. Wat vind je daarvan? Ik vind dat niet... Ja, ik heb liever gewoon ook meer Berbers. Waarom per se alleen Arabisch muziek? Alsof dat alleen in het oog bij mensen opvalt, zeg maar. Waarom vind je dat belangrijk dan? Is belangrijk, maar je weet toch, is van jouw volk. Je wil ook wel dat mensen daar van jouw volk zijn. Niet alleen, je weet toch, ga je een beetje buitengesloten voelen. Niet dat ik iets heb tegen Arabieren, maar Berber, je weet toch, is ook leuker voor jou zelf. Hoor je daar ook een beetje van jouw muziek, vind je het ook best wel leuk, je weet toch. En nu je dit weet, ben je van plan om nog te gaan? Nee, ik weet niet, man. Ik denk het niet, man, want je weet toch, is niet zo. Ik kijk wel. Kijken of we tijd hebben, toch? Maar jij zou wel gaan als er gewoon echt in ieder geval een beetje een Rifijns programma zou zijn? Ik zou tenminste dan tijd wel maken, zeg maar. Sorry, ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een وذين بو بروغرامات ما زيغت ديجن حاجه تعفنت وشين كاين ما زيغنا روتردام غير ما زيغنا هولندا منين توالا غاس باللي ديجن حاجه الراسيست ديجن ديسكريميناسي عطاو ضفنا على التساوي الراسيست من المغربيين في هولندا غتقف جامع لفنا مرض تعرفت مرض الشغورات الشاق ني غوسين ما تجمع المناين نتعتقد نشين ما مش نتوالا نشين باللي ثمازيغت ذو غزيس مقران زي كولتور الماروك دوس يتخص يني يتحمل المسؤوليه يعني غني كوان فيستيفال ونيثين هذو شني غادي عرفت ثاني في ثمازيغت من السن من داغدي وضن ان اسكوا سوا ديني بو ثمازيغت ومنايا يتعبع باللي وذنينا نيشان غاس نيشان غارض انه قسنت مازيخت ني غاد غاسني في مازيخت وحوما غادو شن ثينيث ني غادو شن اندخت يجن يجو غزيس دا مزيان زي كولتور اي مغربيين وهاد الغلط دا مقران ثاني جن فاوت تما ما يمي لان انا غا تاوض تسيور دخي مغربيين يخص غاس تسيور كمرن ني غادا حتى عوحظ. Wat vond je vorig jaar het leukste of gezellig? Vorig jaar? Mijn volk daar zien, de Berbers. Ik vond het gezellig, die Berbse muziek. Het eten daar, ik vond het heel gezellig. Maar ze hebben aangegeven, althans de organisatie, dat ze dit jaar is er geen Rifijnse muziekprogramma. Maar wel Daqqa Maraksia en allerlei andere soorten muziek, maar geen Rifijnse muziek. Wat vind je daarvan? Ik snap niet waarom geen Rifijnse muziek. Ik vond vorig jaar was die muziek van Rifijnse muziek bracht juist gezelligheid daar. Je bedoelt Tarwan Sheikh Mohand, die oude mannen? Dat bracht daar... Maar ja goed, ze geven aan dat ze andere keuzes hebben gemaakt. Misschien dat ze geen budget hebben, dat hebben ze ook gezegd. Dus dat is de reden. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat jammer, want ik vind dat er zijn hier meer Berbers dan Arabieren. En dan gaan ze zo'n... hoe noem je dat? Zo'n buitensleut. Rare tories. Heb je het idee dat Rifijnen buitengesloten worden of gediscrimineerd worden hierdoor? Ja, zeker. Er zijn meer Berbers en dan doen ze alleen de Arabieren. Geen Berbische muziek, geen niks. Wat zou je het liefst willen zien of horen of meemaken? Ik heb daar liever dat daar gewoon net vorig jaar dat er ook Berbers zijn, ook Berbische muziek. Dat gezellig, gewoon Marokko, volk. Nu je dit weet, ga je dit weekend er naartoe? Ik zou niet gaan, denk ik, nee.